weer voor dat belachelijke krantje? Ja. Belachelijke krantje? We komen van de week wel met een artikel over computers, hoor. Hè? Ja, wij gaan er bij de roadtap helemaal over op de computer. Welke computer? Zijn dat van die grote elektrische rekenmachines? Ja, zoiets. Ja. Zo'n hele grote kast, weet je, met zo'n spoel erop. En dan gaat er zo heen en weer zo. En dan wordt alle informatie razendsnel opgeslagen, ja? Informatie over, over omzet, over vervoer, over eigenlijk alles wat je wil. Ook je, hoe heet dat, je administratie, ja? Allemaal in de computer. Ook je loonstrookie en je vakantiegeld, allemaal. En waarom is dat dan? Nou, dan gaat het allemaal veel sneller. Het moet weer sneller. Plus, wat je niet kan besparen op personeel, man. Aha, dus het kost banen. Het is de vooruitgang, ja. Maar het levert ook banen op, want je hebt gasten nodig om die dingen te kunnen bedienen. Dat zal wel. En nog een voordeel. Computers maken geen fouten. Is dat zo, Sien? Dit in tegenstelling tot mensen. Nou, dus computers zijn er slimmer als mensen. Nee, maar ze denken niet. En de mens wel. En daardoor krijg je fouten. Ja, menselijke fouten. Precies. Simon, ik denk altijd en ik maak nooit een fout. Nou. Wel dan? Ik kan mij wel momentjes herinneren dat je ernaast zat. Ik niet. Jij denkt bijvoorbeeld toch altijd dat meneer Harmsen nooit meer om je heen kan? Hoe dikwijls zal dat nou helemaal gebeurd zijn? Bijvoorbeeld met onze huidige administratie, hè? Eer wij erachter komen hoeveel ton fecaliën van het Noordereiland bijvoorbeeld er gedroogd, vermalen en afgevoerd zijn, ja, zijn we 3 weken verder. Je loopt dus altijd achter de feiten aan. Zoals een computer is er in een kwartiertje mee klaar. Zo. Dat is schandioos. Nou, meneer Harmsen, het gaat allemaal wel ten koste van banen, hoor. Hoe zou dat? Het komt allemaal uit Amerika. En nou hebben wij met het wetenschappelijk bureau van de CPN er eens even goed naar gekeken. En wat blijkt? De werkeloosheid in de Verenigde Staten is door die computerisering nou al met bijna 3% toegenomen. Ja, Karel, maar dat zeg jij er natuurlijk niet bij. En dat komt jou als communist natuurlijk ook heel slecht uit. Maar minstens de helft van die gasten is inmiddels al omgeschoold tot programmeur. Programmeur? Ja, om die dingen dus te bedienen. Wat weet jij toch veel, vriendje Stakvis? Nou, mijn hospita, die heeft een abonnement op de New York Times. En daar staat het ook. De computer heb de toekomst. Maar dan moeten wij dat toch ook hebben? Maar die heb je toch al? Bij de RET? Op de Sluisjesdijk. Staat een hele grote. Hoe werkelijk? Ja, hetzelfde als bij ons met de roadtap. Kom allemaal van dezelfde firma. En altijd onder het eten. Mannen, nog een lekker bordje? Nee, Simon, we moeten weer aan het werk. De computer is nog niet zover dat hij de bussen kan besturen. Goedemiddag. Toch moet jij niet gek staan te kijken als dat met een jaartje of 10 de normaalste zaak van de wereld is. Computer met een rijbewijs. Net als in een vliegtuig. Automatische piloot. Schijn nou toch uit, Karel. Die computers, dat is toch allemaal flauwekul. Vanochtend bij mij op de bus zat een professor en die zegt het ook. Hij zegt tegen mij, Kooijman, zegt hij. Hij zegt, de mens is onvervangbaar. Soepie, ja. Hij zegt, meneer Kooijman, hij zegt, als er geen mensen waren, dan was er helemaal niemand. Nou, dat was dan ook wel een professortje. En toch, Hendrik, moeten we het gevaar niet onderschatten, hoor. Kijk eens, Jacobus. Dubbel getrokken ossenstaartsoep met peterselie. Gaat liever gewoon dood. Liedje Stokvers. Meneer Harmsen. Dat de koeibam, alsjeblieft. Ja, meneer Harmsen. Ik zit met een geweldig probleem. De hapjes heeft een migraineaanval. Ja. En moeder moet naar het Centraal Station. Want ze gaat 2 dagjes naar Pieter en Margriet op het Loo. En ja, de trein vertrekt al over een uur. En ik kan hier natuurlijk niet gemist worden. Nee, nou, dan brengt Jaap het toch even. Ja, meneer Harmes, geen enkele moeite. Maar heel graag. Geweldig, koeipap. Ik ga het die moeder even vertellen. Simon, jij bent een echte vriend. Dit wordt mijn grote kans. Je sleuteltjes. Sleuteltjes? Van de wagen, hè? Nee, ik moet zo naar de Bruine. Dan moet ik met de Solex. Nou in. Dan moet dat mens achterop. Ze heeft vast wel een kussentje. Jongen. Ha 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 ha!
snel, dat weet jij niet, maar wat is het geval? Vanmiddag op de RET, mijn baas, meneer Harmsen, de directeur, zit met zijn handen in het haar. Zijn moeder moet naar het Centraal Station gebracht worden, maar Hopjes is ziek. Dus ik zeg, maar dan doe ik dat toch voor u, meneer Harmsen? Ja. Hij zegt tegen mijn kooiman, hij zegt grandioos. Hij zegt, als jij dat voor mij kan doen, dan ben ik jou eeuwig dankbaar. Ja, ja. Eeuwig dankbaar, Nel. Eeuwig. Ja. Weet jij hoe lang of dat is? Eeuwig? Ja. 100 jaar. Minstens, Nel, minstens. En wat wil dat dus zeggen? Dat hij nou nooit meer om je heen kan. In eentje goed. Dus ik ga naar de Avenue Concordia met mijn Solex en ik bel aan. Ze doet open. Ik zeg, mevrouw Harmsen, neem plaats. Plaats? Achterop. Op de Solex? Ja, ik zeg eerst nog, zal ik binnen even een kussentje halen? Ze zegt, nee hoor, ik wil zo de bagage dragen. Dat mens is in de 70. Benen in de fietstassen en hupkarren maar. Jo. Ze heeft de hele weg naar het Centraal Station heeft ze zitten giechelen. Echt waar? Ja, ik zet haar op de trein. Ze zegt tegen me, meneer Kooijman, sinds de dood van mijn man heb ik nooit meer zo'n heerlijk ritje gemaakt. Dat meen je niet. Ja, die man had kennelijk ook een Solex. Gast. En nou mag ik er overmorgen ook weer komen halen. Dus? Dus? Die promotie is in kannen en kruiken. Alweer? Alweer, ja! Goedenavond. Kijkt u eens een telegram. Dankjewel. Wie is dat? Een telegram. Telegram? Voor mij. J. Kooijman, Oranje Boomstraat. Geachte heer J. Kooijman, stop. Gefeliciteerd met uw bevordering tot groepschef, stop. Wethouder HCGL Polak van Verkeer en Openbare Werken, stop. Hé? Ik zei het, Nel, ik wist het wel. Ja, één keer zou het gebeuren. Hoe kan dat nou? J. Kooijman, jawel, groepschef. Eindelijk zijn de ogen van die Harmsen opengegaan. Ja, maar dit komt van de wethouder. Ja, maar dat hebt hij natuurlijk van Harmsen. Wat? Nou, dat ik zijn moeder naar het station heb gebracht, dat vertel ik je net. Dat is vanmiddag net gebeurd. Nou en? Ja, er zit een paar uur tussen. De computers, Nel, die zijn hartstikke snel. Ja, dat moet dan wel. Groepschef Nel, we gaan wonen in Hilligersberg. Elke dag biefstuk op tafel en jij een bontjas. Ja, ja. Maar eerst ga ik een feest geven dat alle andere feesten overbodig maakt. Jacobus, dan moet je dus uitgaan van 10 flesjes bier per persoon, want het wordt natuurlijk laat. Ja? Nou, Nel drinkt enkel advocaat. Mm-hmm. Harms en ik enkel wijn. Dus dan kom jij op 13 keer 10 flesjes, dus 130 flesjes. We gaan er 24 flesjes in een krat. Wat jij nodig hebt is dus 5 kratten. Ja? Dan die wijn voor Harms en mij. Fles of 6, ja? Beter mee als omverleden. Toch? Zo, eens even kijken. Dan nemen we wat te knabbelen en dat halen wij bij Scheppers op de lijnbaan. Ja? Dan nemen we een hors d'oeuvre varié voor 16 personen. Zo, doe maar duur. Voor reuze mee. Ja? En hij heeft helemaal de beste spullen. Scheppers, zo'n roze. Echte groepschef-leverancier. Hé, hey, Nel, hoor je dat even? Ik ga mijn spullen halen bij een groepschef-leverancier. Hartstikke mooi, maar Hadimassa begint. Jongen. Ik word groepschef. Mevrouw gaat naar de televisie zitten kijken. Hou je mond nou even. Oh. Je bontjas koop je zelf maar. Kobus, dan kom jij, en dan heb ik het heel netjes voor je gedaan, dan kom jij uiteindelijk op, even kijken, 300 gulden. Kun je bek niet verder open? Je bent groepschef. Wat kan jou daar nou nog schelen? Ja, maar ik heb het nou toch nog niet. Nee, maar ik wel. Hé? Jij alleen? Van de Bruine Rotterdammer leen jij 300 gulden. Ja? Die leen jij voor de periode tot je je eerste salaris als groepschef hebt. Hè? Dus weekje of 4, een maand dus, ja? Jij betaalt over die periode een hele schappelijke rente. Joep. Ja. Klopt, rente rekenen, Jacobus. Dat geldt niet voor mij. Niet? Nee, het is van de Bruine. Ja, ja. En dan moet je hier even een krabbeltje zetten. Ja, natuurlijk. Simon al te graag. Luister, maar dan doe ik het morgen zo. Dan kom ik op de zaak en dan zeg ik tegen de collega's en tegen de jongens van het garage ook en meneer Harms uiteraard, dan zeg ik, heren,
Ik heb een uitermate prettige mededeling voor u. U bent uitgenodigd vanavond op Oranjeboomstraat 51B... voor een feest dat de koningin Juliana nog een puntje aan kan zuigen... vanwege het feit dat ik bevorderd ben tot groepschef. Nee. Hè? Nee, dat moet je niet zeggen natuurlijk. Oh? Nee, dan komen ze niet. Niet? Nee, natuurlijk niet, man. Je denkt nog niet dat Van Bergen en Van Dam op jou als groepschef zitten te wachten. Die zijn er natuurlijk jaloers. Ja, en als de dood voor de Kooiman wint. En terecht. Dat bedoel ik. Als die gaat waaien, zitten ze te ril achter het stuur. Waarom, Jacobus, erom? Jij zegt gewoon tegen die gasten, jongens, ik geef een feestje omdat ik jullie van die fantastische collega's vind. Jij, weet je wel? Dan schrijf ik een speech voor je waarin jij op het eind het grote nieuws bekend maakt. Simon, grandioos. En in al die prachtige jaren, met al die fijne, gelukkige en zelfs ontroerende momenten, heb ik mezelf altijd als een vis in het water gevoeld. En overdrijf ik niet als ik zeg dat ik het een voorrecht vind om bij ons geweldige bedrijf te mogen werken. Onze geweldige RET, het vervoersbedrijf dat elke Rotterdammer trots op kan zijn. Het vervoersbedrijf dat elke Rotterdammer op tijd naar zijn werk brengt. Het vervoersbedrijf dat staat onder de bezielende leiding van onze eigen heer Harmsen. Ik heb jullie medegedeeld dat ik dit feestje heb gegeven vanwege het feit dat jullie zulke geweldige collega's zijn. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat is niet de echte reden. De echte reden is, en meneer Harmsen, die weet dat natuurlijk al lang, maar die heeft dat tot nu toe verborgen weten te houden, gelukkig. Zal niet meegevallen hebben, meneer Harmsen, want u bent zelf natuurlijk ook apetrots. Maar de werkelijke reden is dat ik u kan mededelen dat de kogel definitief door de kerk is en dat ik ben benoemd per heden tot groepschef der RET. Ja. Gisteren ontving ik namelijk dit telegram. Geachte heer J. Kooiman, stop. Gefeliciteerd met uw bevordering tot groepschef, stop. Wethouder HCGL Polak van Verkeer en Openbare Werken, stop. Ja. Goedenavond. Kijk, eens nog een telegram. Dank u wel. Kijk, ja, voor jou een gelukstelegram. Een gelukstelegram, horen de heren dat even, jawel. De reacties stromen binnen. Dit is waarschijnlijk van de burgemeester. Geachte heer J. Kooiman, stop. Beschouw vorig telegram als niet verzonden, stop. Er is sprake van een naamsverwisseling, stop. Promotie betreft J. Kooiman, RET Rotterdam-Noord, Joop, stop. Foutje van de computer, stop. Oh. Wat is er dan? Nou, ik was nou toch groepschef. Jij? Dat had u toch geregeld? Kooiman, ik weet nergens van. Gelukstelegram. Nog een foutje van de computer. Het is toch niet te geloven, Nel, dat hij nergens wat vanaf is? Ja. En zag je hoe kwaad of dat hij was? Nou. Die gaat er vast en zeker werk van maken, hoor. Mm-hmm. Dat zei hij toch? Ja. Oh? Die gaat natuurlijk morgen bellen met die gasten en zeggen dat je zo niet met je mensen om kan gaan. Dat als je iets belooft, dat je dat dan ook na moet komen. Het zou mij niks verbazen als Harmsen me morgen bij de RET bij zich roept en zegt, Kooiman, ik heb het alsnog voor mekaar, jij bent groepschef. Zou best eens kunnen. Daar heb je grote kans van. Slaap lekker. Ja, wel, slaap lekker.
Nee, Nel, als ik er zo nog eens over nadenk... dan heb ik nog alle kans. En anders blijf je toch gewoon lekker chauffeur. Ik heb weer eens een vrouw. Ja, Kooijman. Het is allemaal heel vervelend voor je. Ik weet hoe graag jij groepschef wil worden. Maar als je dan namens het stadhuis officieel bevestigd krijgt dat het zover is... en het blijkt dan om een misverstand te gaan... nou, Kooijman... dat heb ik vreselijk met je te doen, hè? Dank u wel, meneer Armstie. Ik heb de hele nacht liggen te peinzen, Kooijman, wat ik vandaag tegen je wilde zeggen. Ja, ik ook, meneer Armstie. Ineens dacht ik aan die Zwitserse zagen die jij vast wel kent... van die ganzenhoeder die geitenhoeder wilde worden. Ja, ik geloof het wel, maar ja, het is alweer een tijdje terug, meneer Armstie. Die Bruno, die ganzenhoeder dus, die is een beetje uitgekeken op zijn ganzen... en hij informeert bij de geitenhoeder of hij misschien ook geitenhoeder kan worden. Ja, ja. Die geitenhoeder zegt... ja, Bruno, jij kan zo goed ganzenhoeden. Waarom zou je toch aan geiten beginnen? Ja. Ze lijken wel leuk, die geiten... maar er zijn er bij die heel gemeen kunnen bijten, hè? Dat zal wel. De ganzenhoeder gaat terug naar zijn ganzen en is tevreden. maar na een tijdje begint het weer te kriebelen. En die ganzenhoeder gaat weer naar de geitenhoeder toe met dezelfde vraag. Geitenhoeder, zou het misschien mogelijk zijn dat ik ook geiten kan hoeden? Ging je het weer vragen? Ja. Die geitenhoeder denkt, ja, is dat jochter dan alweer? Hè? Laat hij toch naar zijn ganzen gaan. En hij zegt... Bruno, ja, jij kan zo goed ganzen hoeden. Waarom zou je toch aan geiten beginnen? Ja. Ze lijken wel leuk, die geiten. Maar er zijn er bij die heel gemeen kunnen bijten, hoor. Dat zal wel. Nou, en de ganzenhoeder gaat terug naar zijn ganzen en is heel tevreden. Maar ja, na een tijdje begint het weer te kriebelen. En die ganzenhoeder gaat weer naar de geitenhoeder met dezelfde vraag. Geitenhoeder, is het misschien mogelijk dat ik ook geitenhoeder kan worden? Ging je het weer vragen? Nou, die geitenhoeder die denkt, is dat jochter dan alweer? Nou, laat hij toch verdomme teruggaan naar die rotganzen van hem. En hij zegt, Bruno... jongen, jij kan zo goed met ganzen overweg. Toet, 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 toet. Waarom zou je toch aan geiten beginnen? Ja. Ze lijken wel leuk, die geiten. Maar er zijn er bij die heel gebied kunnen bijten, hoor. Dat zal wel. En de ganzenhoeder gaat terug naar zijn ganzen. En hij is heel... erg tevreden. Dus, Kooijman. Dus? Dus. Wanneer word jij groepschef? Maakt me niet uit, meneer Arms. Ik kan elk moment beginnen. Kooijman. Ga in vrede staan aan je werk. Ja, meneer Armstie. En? Hè? Ja. Nee, ja, hij zegt niet meteen van vandaag op morgen natuurlijk... maar in de toekomst maak ik een grote kans. Heel mooi, heel mooi. Je koopt. Zit je enkel natuurlijk nog wel met die... enorme schuld aan de bruine Rotterdam. Simon, scheid erover uit. Die kun jij natuurlijk nooit de komende maand terugbetalen. Ik ben bang van niks, Simon. Nee, 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 nee. Maar dan ga ik dus hoogstpersoonlijk ga ik dat voor jou oplossen.
Oh ja, joh. Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Simon Stokvis, journalist van de Bruine Rotterdammer. Spreek ik met het computerbedrijf? Ja. Ik heb een probleempje. Door een fout van een van jullie computers zit een zeer gewaardeerd werknemer van de RET met een schuld van 300 gulden. Ja, nou volgens de computer van u zou die promotie krijgen, maar het bleek dus niet te kloppen. Nee. En die 300 gulden die hebt u geschonken aan de kinderbescherming, want hij denkt, het kan nou leien. Ja. Nou kunnen we het zo doen, ik publiceer dat hele verhaal, dat verschrikkelijke verhaal, in de Bruine Rotterdammer. Of u maakt per direct 300 gulden over op het Giro-nummer van de Bruine. Dan maar doen. Ja, hè. Heb u een pennetje? Mooi, dat is het nummer 29200 ten name van de Bruine Rotterdammer in Rotterdam. Ja, dank u wel hoor. Dag. Simon Grandioos. Enkel, die koos. Enkel. Zit jij natuurlijk nog wel met die... Met die 75 gulden. Hé? Dat is die rente. Kennen hun niet dat niet betalen? Hun niet. Die computermensen. Het is jouw rente. Hé? Dan ken ik hun nu toch niet voor op laten draaien? Niet? Nee, zij hebben het geld niet geleend. Nee, nee. Maar, ja, ik heb mogelijkheden onder elkaar gezet. Is niks aan de hand. Kijk, als we het zo doen, dan ben je er vanaf in 1979. 7 jaartjes, ja? Doe het zo, ben je er vanaf in 1985. Dat is ietsje duurder, maar dan betaal je per maand veel minder. En als we het zo doen, dat is nog wat duurder, maar betaal je per maand nog minder, ben je er vanaf in 1991. Wacht nou eens even, Simon. Jij was toch de reden die zei dat computers geen fouten kennen maken? Hé? De koeienbaan, meneer Harmsen, de moeder staat al een uur lang te wachten op het sensation. Je zou haar toch komen halen? Natuurlijk, meneer Harmsen, wel vergeet, ik ga er eventjes halen. Simon, je sleuteltjes. Sleuteltjes? Van de wagen. Nee, koeienbaan, dat wil ze niet. Oh? Ze wil achter op de Solex. Ach, natuurlijk. Benen in de fietstassen en hup, karrenbaan. Jij denkt bijvoorbeeld toch altijd dat meneer Harmsen nooit meer om je heen kan? Ik denk zo. Snel gaan leggen. Nou, trusten. Oh, mijn lipstift moet er nog af. Een tijdje begint het weer te kriebelen. En die geitenhoeden gaan... Oh.